Goeiedag. Dat ziet er goed uit. Ja, toch? Gelijk wel even proeven. Er zijn twee projecten. De aanleg van de atletiekbaan voor de Altena Roadrunners. En voor de aanleg van de atletiekbaan moet de paardensportvereniging worden verplaatst naar de overkant, naar Roef 5. Want de atletiekbaan die komt op deze plek, achter de schoolgemeenschap. Maar er zijn behoorlijk wat vrijwilligers over hier. Ja, nee, een heel enthousiaste club. We werken al lang samen met het bestuur van de paardensportvereniging om, zeg maar, om de nieuwe plek ook zo goed mogelijk accommodatie terug te kunnen bieden voor de paardensportvereniging. Zodat ze er niet op achteruit gaan. En we hebben zelfs gekeken om met een hele goede inrichting zodanig plan te maken. Dat ze er op bepaalde punten, zeg maar, ook nog baat bij hebben. Want ja, ik moet ook wel zeggen, de paardensportvereniging is 10 jaar geleden uit Sleeuwijk verplaatst naar deze plek. Nu moeten ze weer wijken voor een andere ontwikkeling. Dus daar mag je als gemeente dan ook wel wat tegenover zetten. Maar goed, ja, wacht. Ja, lekker hoor. Dankjewel, hè. De wethouder bedankt voor het fantastische bakken. Ja, we gaan zo nog even door. Marjolein gaat dat even verder vertellen. Ja, nou, dus er is al heel veel gedaan. Er zijn nog wel wat diverse dingen waar we mee door kunnen. Er gaat heel veel materiaal van hier naar de nieuwe loods. Dat zal Jolanda coördineren. Er is ook nog heel wat materiaal wat weg kan. Daar zullen we. Nou, ik weet niet wie dat. Zal ik daar Candice voor aanwijzen? Waar is Candice? Die kent ze hier precies aan. Candice. Wil jij daar voortouw innemen? Dat je daar blijft. Er zijn een aantal mensen nodig straks bij de shovels om nog wat palen te lichten. Want er zijn een aantal mensen weg, dus er moet weer eventjes hergegroepeerd worden. Ja, en als we nog verder door kunnen we misschien ook nog de stenen en dergelijke gaan verplaatsen. Maar ik weet niet hoe ver we komen. Ik ben secretaris van dit. Marjolein van Bergem, secretaris van de paardensportvereniging. Ja. Hoe heet die paardensportvereniging? Paardensportvereniging De Nieuwe Roef. De Nieuwe Roef, ja. Oké. Okay. Dat is eigenlijk een beetje naar de straatnaam. Naar de straatnaam. Ja. We zijn jaren geleden zijn we gefuseerd met de Merwe-Ruiters. Emme Kover uit Almkerk en de Merwe-Ruiters uit Sleeuwijk samengegaan op deze nieuwe plek. En daarom zijn we PSV De Nieuwe Roef gaan eten. Okay. Ja. Maar dat is nog heel wat werk te verzetten, want ik ben er net even met die andere vestiging geweest. Nou, ja, dat klopt. Er komt nog wat kijken. Ja, er komt zeker wat kijken. Hoe lang bestaat die vereniging al? De originele verenigingen die bestaan echt al meer dan 50 jaar. Oké, okay, dus. Ja, maar de fusievereniging die bestaat wat korter. Ja. Veel jonge mensen. Ja, wij zijn een beetje verdeeld tussen. We hebben nu ongeveer 75 leden. Zo. En daarvan zijn volgens mij 20 minderjarig, 20 jeugdleden. En de rest, we hebben eigenlijk van alle leeftijden, tot en met 60 plus ook. En de meeste mensen hebben zelf een paard of een pony? Ja, of, iedereen die hier komt rijden, die heeft een eigen paard. Of ze doen bijvoorbeeld samen met een paard, maar we zijn geen manege, zeg maar. Oh, oké. Okay. Dus, ik wens jullie in ieder geval veel succes in jullie nieuwe locatie. Er zit heel veel werk te zetten. Ja. Ik heb gehoord dat er in begin oktober nog iets gaat gebeuren. Ja, we gaan vanaf volgende week gaat er gestart worden, ook op de nieuwe locatie met het aanleggen van parkeerterrein en verder het opbouwen van de rijbodems. En de stallen die zullen vervolgens ook verplaatst gaan worden. Okay. Daar is al een fundering voor gestort. Dus zo zachtjes aan bouwen we het daarop. Jullie hadden net nog een heerlijk ontbijtje daar. Of ja, wat is het bij? Ja, lunch. De wethouder die is flink aan het bakken geweest. Ik dacht dat hij alleen maar achter het bureau zat, maar hij kan de mensen niet wel. Kan zeker, ja, zeker. Hartstikke leuk. Lekker gegeten. Oké, succes. Dank u wel.